Mijn naam is Monique Dikhout. Ik ben kunsthistoricus en ik ben in 2019 gepromoveerd op het Limburgse kunstdebat in de wederopbouwperiode. Dus de periode 1945-1965. In mijn onderzoek speelde Charles Eyck een belangrijke rol. En eigenlijk speelde die ook in het verleden al een belangrijke rol in onderzoeken die ik heb gedaan naar de kunst en kunstwereld in Limburg in het interbellum. En dat geeft me aan dat Charles Eyck gedurende een hele lange periode in de 20e eeuw eigenlijk van groot belang geweest is voor de kunst in Limburg en een belangrijke rol heeft gespeeld in die Limburgse kunstwereld. Ik durf ook wel te stellen dat Charles Eyck de belangrijkste Limburgse kunstenaar van de 20e eeuw is geweest. En misschien was hij niet altijd de beste, misschien hoorde hij niet altijd op de avant-garde. Maar hij is vanaf de vroege jaren 20 tot eigenlijk wel tot zijn dood in 1983 prominent aanwezig geweest in die Limburgse kunstwereld. Zo groeide Charles Eyck, die in 1897 in Meersen werd geboren in de jaren 30, uit tot een van de meest vooraanstaande kunstenaars in Limburg en ook een van de belangrijke, of zo, ja, zeker wel de belangrijkste Limburgse kunstenaar in Nederland. En vooral dankzij de gemeenschap, het progressief-katholieke maandblad dat vanaf 1925 onder leiding van de Utrechtse dichter en criticus Jan Engelman verscheen, uit tot een bekendheid in Nederland. En niet alleen het katholieke Nederland, maar ook verder buiten leerde men zijn monumentale en zijn vrije werk kennen. De Tweede Wereldoorlog betekende een kantelpunt voor de carrière van Charles Eyck, die in de jaren 30 echt tot grote hoogte leek te reizen. Maar na de oorlog, en dat is met name te danken eigenlijk aan Willem Sandberg, de toenmalige directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, die een hele duidelijke voorkeur had voor de abstracte kunst. En daarmee bewust eigenlijk de generatie figuratieve kunstenaars van voor de oorlog, waar Charles Eyck natuurlijk toe behoorde, om die toch tot een dubieuze generatie te verklaren. Ten slotte was de figuratieve kunst in de oorlog de geaarde kunst. En terwijl dat op geen enkele wijze van toepassing was op Charles Eyck, kwam hij daarmee toch in een niet heel positief daglicht te staan. Charles Eyck was een veelzijdige kunstenaar. Hij was een snelle tekenaar. Hij was een begenadigd schilder, een virtuoos glaskunstenaar en daarbij ook nog een verdienstelijk beeldhouwer. Bijzondere voorbeelden van zijn talent, ook in die naoorlogse periode, en die ook laten zien dat hij in die naoorlogse periode zeker nog een belangrijke rol speelt. Niet alleen in Limburg, maar ook verder buiten. Dat zijn bijvoorbeeld het inhuldigingsportret dat Charles Eyck in 1949 schildert bij gelegenheid van de inhuldiging van koningin Juliana. Een schilderij, een enorm schilderij, waarvoor hij de hele entourage bij die inhuldiging heeft geportretteerd. Maar uiteindelijk alleen de jonge vorstin en haar echtgenoot prins Bernhard op dat enorme doek schildert. Dat is een bijzonder moment, het is een hele ongewone weergave waar bijzonder veel kritiek op kwam. Maar waarin hij er heel goed in slaagt om de eenzaamheid van de jonge vorstin te laten zien die door het lot voorbestemd was om koningin te worden. Maar natuurlijk ook maar hij maakte ook tegelijkertijd heel menselijk, zeg maar. Hij heeft in 1947 het grote bevrijdingsraam voor de Sint-Janskerk in Gouda gemaakt. Dus een grote nationale opdracht. En in Limburg heeft hij het provinciale bevrijdingsmonument op het Koningsplein in Maastricht gemaakt. Waarmee dus zowel de schilderkunst als de glasschilderkunst als
de beeldhouwkunst in grote opdrachten te zien waren. Wat heel bijzonder is, en dat brengt me ook naar de collectie van Charles Eyck in de UB, dat is dat Eyck op jonge leeftijd als gevolg van roodvonk doof werd. En niet alleen was hij doof, op den duur kon hij ook eigenlijk niet meer praten. Dat hangt daar natuurlijk mee samen. En dat betekent dat hij gedwongen werd tot het voeren van vele gesprekken op papier. En daar zitten er natuurlijk ook heel veel van in de documentencollectie in de UB. En hij werd er een vaardig schrijver door. Met een vaak hele scherpe pen. Die meestal via open brieven in kranten en tijdschriften diegene probeerde te raken die hij als tegenstander zag. Waar een ander dat misschien in een gesprek deed en dan was het vluchtig geweest, deed hij dat op papier. Willem Sandberg heeft dat meer dan eens mogen ervaren, maar bijvoorbeeld ook de criticus en ook leraar aan de Jan van Eyck Academie, Koos Sarneel, die meer dan eens in open brieven aanpakt. En hij schreef lange brieven aan vrienden, aan opdrachtgevers, aan collega's die een goed inzicht geven in zijn persoonlijke belevingswereld en ook zijn kijk op de kunst. De doofstomheid van Eyck is een belangrijke reden ervan dat het een groot geschreven archief van deze kunstenaar is. Een archief dat zich dus grotendeels bevindt in de collectie van de Bibliotheek van de Universiteit Maastricht en gedeeltelijk ook in de collectie van het RACL. Beide collecties, en zeker die van de universiteit, bevatten een schat aan materiaal waar nog nooit iemand naar gekeken heeft. Een merkwaardig voor onderzoekers. En ik kan ook alleen maar hopen dat studenten en onderzoekers zijn die zich toch geroepen voelen om een keer echt diep in deze collectie te duiken en toch al een keuze te maken uit al die prachtige onderwerpen die daar in verborgen liggen.